vandaag vier patronen. En het zijn allemaal patronen die er voorkomen in het boek van Gamma en andere schrijvers. Het zijn allemaal zogenaamde creational design patterns. Dat betekent dat ze allemaal dienen voor het creëren van objecten van klassen. Singleton beginnen we mee. Dat is een vrij eenvoudig patroon, is dat. En daarna de factory method. Dat is eigenlijk een functie van een klasse die een object retourneert. Een prototype, waarbij je een bestaand object kloont eigenlijk. En een abstract factory. Het wordt echt al, het is een factory, het is een klasse die een aantal objecten kan aanmaken voor een heel systeem. Een abstract factory, daar binnenin wordt vaak gebruik gemaakt van factory methods. Okay. Maar we zullen bij een abstract factory ook een voorbeeld zien waarbij gebruik gemaakt wordt van prototypes.